Etienne Rijnen, de laatste doelpuntenmaker namens SC Cambuur in het Abel Enstra Stadion. Hoop jij dat je na zondag van die titel af bent? Ja, het wordt wel weer tijd, toch? Het is wel een paar jaartjes geleden. Ik ben ondertussen een oude man geworden, joh. Nee, joh, dan moet wel even iemand moet op deze stoel komen te zitten. Ik hoop niet dat je volgend jaar nog een keer terugkomt met hetzelfde. Nee, hoor, gekheid. Daarover later meer. Hoe is het met je en wat doe je tegenwoordig? Met mij is hartstikke goed. Ik ben tegenwoordig trainer van onder de 16 PEC Zwolle. En assistent bij de eerste elftal sinds de winterstop. En dat gaat goed. Druk, maar mooi. We hebben nog een spannende periode voor de boeg. Dus, maar het bevalt heel goed. En na SC Cambuur heb je nog gespeeld voor FC Groningen, Maccabi Haifa en PEC Zwolle. Als je terugkijkt op je carrière, waar ben je dan het meest trots op? Als je aan mij had gevraagd op voorhand van joh, je gaat voor deze club spelen en je bent over het algemeen altijd fit gebleven, je gaat zoveel wedstrijden spelen, dan had ik daar gelijk blind voor getekend. Ik ben nooit een jongen geweest met gigantische voorwaarden voor top Europa. Dus ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen meemaken. Dus ik ben trots op het geheel dat ik zo lang in heb mogen voetballen. En hoe kijk je terug op het jaar 2014-2015? Het jaar dat je voor SC Cambuur speelde? Ja, heel goed. Ik heb het er nog steeds wel eens over met mijn vrouw. In het begin, ik kwam natuurlijk van AZ. En toen werd ik eigenlijk een beetje gek gemaakt door Arne. Arne Slot, die werd toen assistent en die begon erover. Toen werd ik al wel enthousiast omdat we een beetje dezelfde kijk hebben op het spelletje. En toen kwam ik in gesprek met Henk. Nou, je weet hoe Henk is. Henk is natuurlijk heel enthousiast en die verkoopt zand in de Sahara. en daar ben ik eigenlijk zo blij van. En de manier van hoe ze wouden spelen, nou, dat past gewoon heel goed bij me. Ja, toen gingen we naar Leeuwarden en ik was eigenlijk nog nooit echt Leeuwarden stad of wat dan ook geweest. Dus het was eigenlijk een beetje afwacht. Ik had natuurlijk wel een bepaald beeld van Cambuur. Van die keren dat we met Zwolle tegen ze gespeeld hadden, dat geweldig, echt een volksclub. Echt dat rauwe, weet je, dat rauwe op een goede manier bedoel ik dan. Ik hou er wel van. En toen eigenlijk vanaf dag 1 ben ik daar dolgelukkig geweest, joh. En mijn vrouw heeft zich daar ontzettend vermaakt in Leeuwarden. En we hadden het er net over. En een geweldig voetbaljaar gehad, maar ook op als persoonlijk vlak daar heel veel plezier beleefd. Ja, dus je koestert nog steeds warme gevoelens uit die tijd. Volg je de club dan ook nog steeds? Of heb je nog contact met mensen uit die tijd? Ja, zeker. Ik heb met Gerald natuurlijk ook gewerkt bij PEC. Ja, hij was toen TD bij PEC en hij heeft mijn eerste contractje gedaan bij PEC trouwens. Dus nee, ja, uit de Graaf zit er nog. Henk is natuurlijk altijd wel een speciaal persoon voor me in de voetbalwereld. Martijn, die zit nu in de staf bij 1, dus dat hou je in de gaten, joh. Dat is alleen maar leuk om te zien. En dan weet je natuurlijk welke wedstrijd er voor de deur staat. De derby. Je hebt hem zelf ook meerdere keren mogen spelen. Wat zijn jouw persoonlijke herinneringen aan de derby tussen Cambuur en Heerenveen? De gekte vooraf, voornamelijk. Dag voor de wedstrijd. Daar stond ik wel even van te kijken. Ik zag dat alleen op YouTube of zo van Fenerbahçe of Galatasaray of zo. En ja, dat had ik totaal niet verwacht. Die dag voor de wedstrijd op die training, zoveel mensen zo door Dolle heen. En dan voel je me even van oké, wordt er wel even serieus morgen. Dan bouw je die spanning al, die lekkere spanning bedoel ik, dan bouw je een beetje voor jezelf op van oké, morgen derby, ook een belangrijke wedstrijd. Ja, dat was geweldig om mee te maken. Uitverkochte Abel Enstra Stadion en prachtig uitvak met gasten die door dolle zijn. En als je daar een bepaalde rol in mag spelen, ja, dat is het mooiste wat er is als speler. En de gedachte dat je daarmee met een goal zoveel mensen blij kan maken,
Ja, dat is iets unieks, dat kun je niet beschrijven. En nog niet eens zozeer voor mezelf. Want natuurlijk, moet je me niet verkeerd begrijpen, natuurlijk was ik er blij mee. Maar de achterliggende gedachte dat je gewoon weet dat mensen gewoon helemaal doordraaien. Dat is gewoon prachtig. Dat is ook waar je het eigenlijk voor doet. En dat voelde denk ik ook wel een beetje als een overwinning destijds. Want zo werden jullie ook onthaald, hè? Ja, we werden onthaald alsof we de Champions League hadden gewonnen. We kwamen er natuurlijk 2-0 achter. En er zat natuurlijk ook al een hele geschiedenis achter. Hè? Van vroeger kan ik me nog een vlag herinneren die daar. Dus er zat al zoveel bepaalde spanning bij die wedstrijd. Kwam erbij kijken. En dan kom je in die teleurstelling al 2-0 achter. Gelijk 1 al na 9 seconden een penalty tegen. Volgens mij de tweede een eigen goal tegen of zoiets. Ik dacht van. Weet je. En als je dat dan nog weet om te draaien. En ik dacht dat we zelfs nog na mijn goal. Ik dacht dat Virgil Nassing of zo 1-1 op de keeper al vrij snel kwam. Maar goed, weet je, die mensen die waren zo, dat we dat wisten om te draaien, die waren zo door dolle heen. En dat was zo'n voldoening. Mooi. Een geweldige tijd natuurlijk, maar waar liggen voor SC Cambuur de kansen dit keer, denk je? Nou ja, Heerenveen die komt natuurlijk wel in een moeilijke periode. Die beginnen nu wel weer aardig op te krabbelen. Volgens mij is Cambuur, die staan bekend om een bepaald soort voetbal. En dat spelen ze al jarenlang en wat ze gewoon heel goed kunnen. Dus als jij nu voor totaal iets anders zou gaan kiezen, vraag ik me af of je dan wel bij jezelf blijft. En of dat de voldoening geeft en of dat wel uiteindelijk resultaten oplevert. Vaak zijn dit soort wedstrijden. Kun je wel heel tactisch gaan denken, maar het zijn vaak wedstrijden op zich waar heel veel gevoelens en emoties bij komen kijken. En het publiek wat er bovenop zit. En dat zijn niet vaak de wedstrijden met het beste voetbal. Maar ja, komen we eens goed in voetballen vanaf achteruit. En ik denk als je lange halen gaat spelen, dan kom je niet in je kracht terecht. En dus ook in mindere periodes vasthouden aan wat je heel goed kan, is denk ik wel heel belangrijk. En dat geeft ook rust binnen een elftal. En tot slot, welke uitslag voorspel je voor zondag? Nou, ik heb even zitten kijken, maar Cambuur is al veilig. Ja, met nog 4 wedstrijden te gaan, dus ik verwacht dat die veilig zijn. En Heerenveen ook, ik hoop uiteraard, het zou een beetje gek zijn. Ik hoop een oude club hier daar mooie resultaten behaalt. En daar gun ik ze het allerbeste. Uitslag? 1-2.